Nou, goedenavond beste mensen, kijkers online. Vanavond gaan we het hebben, zoals jullie al gelezen hebben, over openbaring. We gaan het hebben over openbaringen en de brief aan Thyatira. En vervolgens zullen we nog een deel doen van de volgende brief. En voor de mensen die online kijken, in de beschrijving staat een link naar Christ Channel. Dus mochten jullie meer van deze content willen zien, kunnen jullie op de link klikken. En dan gaan jullie naar de website van Christ Channel en kunnen jullie meerdere video's hierover kijken. Voor nu gaan we dus hebben over de brief aan Thyatira. En ik wil Maria graag vragen of zij die wil gaan voorlezen. Ja, dit staat in Openbaringen 2, vers 18 tot en met 29. De vierde brief. En schrijf aan de engel van de gemeente Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw verharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u, de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven, een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen. Dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht nemen, hem zal ik de macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hem hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ja, dankjewel Maria. Dorothea, wat zijn jouw bevindingen als je deze woorden zo hoort en meeleest? Ja, het is een ernstig woord. God geeft wel een degelijke waarschuwing als hij het over de vrouw Izebel heeft. Als zij zich daar dus niet van bekeert, dan zullen alle andere christenen weten dat God haar ook zal straffen. Dus, ja. En tegen wie denk je dat deze brief vooral gericht is? Ik denk dat met vrouw Izebel, ik denk dat je dat symbolisch moet nemen. Ik denk dat het om een valse dwaalleer gaat. En ook omdat zij zich profetes noemt. En dat doet ze zich voor alsof het goddelijk gezag is, maar het is niet van God. En het erge is ook dat de kerk daar ook niks aan doet. Er is ook helemaal geen tucht. Ze laat gewoon haar gang gaan. En dat is wat God boos maakt. En als God zegt, als ze zich daar niet van bekeren, dan zal ik haar echt straffen.
En ook, er staat ook over die kinderen. Ja, ik weet ook niet of je dat letterlijk moet nemen, kinderen. Maar dat zouden ook, zeg maar, zou je ook zo kunnen zien als geestelijke kinderen. Of gewoon de mensen die die leer aanhangen. Mensen die in die leer meegaan. Die, God zal hun echt met de dood straffen. En de andere gemeenten zullen dat zien. En die zullen daar echt vol ontzag voor zijn. En er echt voor waken dat ze niet in die leer van Izebel mee zullen gaan. Ja. Dat heb ik eruit gehaald. Maria, nog op een aanmerking, zelf nog dingen? Ja, ik zie even dat er gewoon een waarschuwing in staat. Omdat, nou ja, God die ziet ten eerste wel gewoon de werken en de liefde die de kerk heeft. Maar het enige wat hem echt, nou ja, tegenstaat is dus dat de kerk of ja, de gemeente toelaat dat sommige mensen gewoon de leer van Izebel volgen, zeg maar. Dus daarin geeft hij een waarschuwing. Ja. Maar ook een belofte. Want aan het einde, daar lees je dus dan, hè, wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik de macht geven over de heidene volken. Ja. Er zijn ook mensen, of nou ja, in die gemeente, ja, die wel naar Gods wil luisteren. En die krijgen dan nou ja, de macht straks om samen te regeren met Jezus. Ja, ja. En Dorothea, denk je ook dat dit ook voor mensen staat die misschien niet willen luisteren? Dus een beetje rebellie hebben tegenover God? Want in de Bijbeltekst wordt ook gezegd dat ze al gewaarschuwd is, maar dat ze niet wil luisteren. Ja, dat is dus die mensen die de leer van Izebel hebben. En er staat ook, hè, van zij verleidt ook nog mijn knechten om te hoereren. Dus God neemt dat echt heel ernstig. Ik wou er nog een aanvulling op geven. De leer van Izebel, dat heeft ook met de leer van de Nicolaïten te maken. En die zeggen ook, ja hoor, je mag, er staat ook nog iets over de diepte van de Satan. Ja, die beweren gewoon te zeggen van, doe maar gewoon met de wereld mee, met de offerfeesten mee. Want dan zie je het kwade, maar uiteindelijk zal je overwinnen. Maar dat wil God helemaal niet, dat je daarin meedoet of meegaat. Maar zij praten dat gewoon goed. Ja. Want wat denk je dat Jezus zijn oproep is eigenlijk? Hiermee? Oproep? Ja, wat is Jezus zijn boodschap, zeg maar? Nou, bekeer je ervan, ga stoppen met die valse leer en kom weer tot mij, tot het inzicht, bekeer je ervan. Want? En zo niet, dan, want God houdt niet van schone, vrome schijn, hè? God wil dat je zuiver bent in je, ja, in het dienen van hem, in de waarheid staan. En alles wat niet waarheid is, ja, dat is de leugen, dat is van de duivel. En wat zijn dan precies de dingen waar mensen, de kijkers ook online, van wat zijn nou bepaalde type geestelijke misleidingen die wij hedendaags tegenkomen? Waar mensen misschien ook christenen mee te maken kunnen krijgen of misschien zelf aan deelnemen zonder dat ze dat misschien doorhebben. Nou, dat is bijvoorbeeld al die Halloweenfeesten. Dat zijn al die occulte spelletjes die steeds meer ook online kan vinden. Dat zijn ook die
stenen, hè? Die heelstenen. Die heelstenen er zijn nog veel meer dingen. Als ik iets vergeten. Boeddha-beeldjes. Ja, Boeddha-beelden. Nog veel meer, hoor. Ja, dat is heel veel. Wat nog? Weet jij nog meer? Er is nog veel meer. Nou, je hebt ook dat boze oog of zo. Of in ieder geval, heel veel mensen denken dat je daar juist door beschermd wordt. Wierookbranden. Ja. Droomvangers. Ja, die droomvangers. Ja, kijk, in de winkel zie je heel veel dingen die je kan kopen. Van ja, dat geeft je heling. Stenen. Maar op het internet komt ook steeds meer ook muziek voor heling. Wat niet uit God is. Ja. En je moet dat echt onderzoeken, hoor. En mediums. En raadplegen van engelen. Beschermengelen. Ja, engelennummers inderdaad. Horoscopen. Ja. Tarotkaarten. Tarot. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ja. Er zijn heel veel verschillende dingen. Nog meer, zo die pendelborden, die Ouija-bord. Ja. Ook heel, dat weet jij misschien, voor kinderen, gevaarlijke spelletjes. Ja, voornamelijk dat. Maar ik denk ook wel gewoon ook heel veel televisie, kinderprogramma's echt wel echt duister zijn geworden. En, laatst zagen ik en Gabriel op Netflix dat er ook een serie is over Little Demon. Nou, dat gaat over letterlijk vertaald een kleine demon. Dus dat zien gewoon kinderen, hè? En dat zijn ook gewoon openingen. En horrorfilms, daar wil ik ook heel erg ernstig voor waarschuwen. Kijk daar niet naar, want dan word je ermee door besmet, word je bezet door geesten. Mm. En heel veel slechte films met magie erin. Ook inderdaad voor kinderen heel veel. My Little Pony ook. En Teletubbies ook. Gewoon die hele onschuldig, het lijkt heel onschuldig. Maar er zitten dingen in die niet kloppen. Dat heeft met New Age te maken. Nog één. Pokémon. Heeft ook eigenlijk met demonen te maken. En Avatar. Zo. En Star Trek. Die rare films. Dus klopt niet. Ik denk ook nog een hele belangrijke om erbij te vermelden is de chakras. En mensen die bijvoorbeeld doen aan manifesteren. Of dat soort type praktijken. Dat is ook echt een New Age praktijk in zekere zin. Ja. Eigenlijk is het gewoon een andere vorm van de duivel. Van mensen die ergens voor bidden en aan God vragen. Hoe zeg je dat ook alweer? Dat je iets uitspreekt en dat je zegt van vandaag ben ik gezond, zeg maar. Hoe is het ook weer? Profiteren of? Nee, proclameren. Zeg maar, eigenlijk is het een andere vorm van proclameren. Alleen dan zeg maar God achterwege gelaten, de buiten beschouwing laten. Dat is eigenlijk het andere. En er zijn heel veel mensen die daaraan doen, aan manifesteren. Ja. Alleen heb je echt God hierbij nodig en Jezus hierbij nodig. Dus voor de online kijkers die misschien kijken en denken van, oh, een van deze dingen gebruik ik misschien zelf, maar ook beeldjes, kettingen. Zoals al eerder genoemd, van de helende stenen, boze ogen. Nog één. Ja, spreken met doden. Ja. Zeker. Ja. Spreken met... en ook die alternatieve geneeswijzen. Reiki. Ja. Yoga. Kijk, de leer wat erachter zit. Weet je misschien nog meer? Reiki, yoga, maar je hebt nog veel. Kijk, je hebt nog meer hoor, maar die weet ik even niet zo gauw te noemen. Maar ik weet dat er nog meer is. Veel meer nog. Dus
Er komt alleen maar nog meer bij. Ja. Het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger met de films. Het wordt steeds erger met de spelletjes. Het wordt alleen maar erger. Ja. Want de wereld wordt steeds duisterder. Dus mensen, ik waarschuw jullie. Mm-hmm. Wat wil je nog zeggen, Marie? Nou, in deze brief staat dus ook hè, dat Isabel dus ook die dienstknechten misleidt en hoederij bedrijft en afgodenoffers laat eten. Nou, laatst gaf de Heer mij een soort van inzicht in dat bijvoorbeeld, nou ja, moslims die eten halal vlees. En het verschil tussen halal vlees en gewoon, regulier vlees wat je in de supermarkt kan kopen, is dat ze op een bepaalde manier, zeg maar, de dieren slachten. En dat die dieren dan met een halsslagader zo worden, doodgemaakt. En dat het hoofd richting Mekka wordt gezet. En dat er ook nog een bepaalde tekst bij wordt gezegd. Ritueel. Een soort, ja, eigenlijk ja. Is dat een ritueel. Ja. En toen waarschuwde God mij eigenlijk om dat niet te gaan eten. Want ik ben zelf ook gewoon minder varkensvlees gewoon geen varkensvlees meer gaan eten. Ook omdat God zegt dat het onreine dieren zijn. Maar goed, ik dacht om dat te vervangen, kijk ik even naar bijvoorbeeld... lamsvlees? Ja, kalfspek. Nou, en... ja, dat is gewoon van een rund. Maar ik zag dus in de winkel liggen dus dat bijvoorbeeld, er was een halal afdeling van vlees waren. Alleen God zei tegen mij dat ik dat niet moest gaan eten, omdat het eigenlijk... besproken is. Ja, het is afgoden offers. In zekere zin. Dus daarin wil ik ook christenen ook waarschuwen van, hoe lekker het ook lijkt, koop daar niet je eten. Eigenlijk. Ja. Maar dan neem je wel deel eraan. Ja. Nee, ik denk word je mee besmet. Ja, ik denk ook van wat mensen er misschien aan kunnen doen. Als ze voor de mensen die kijken en die denken van ja, wat kan ik hier allemaal aan doen? Nou, één, natuurlijk stoppen met de dingen waarvan je misschien net gehoord hebt, die we net opgenoemd hebben. En je te bekeren. En daarnaast om God ook om wijsheid te vragen en aan Gods geest vragen of hij jou een zuivere geest wil geven, zodat jij niet in die misleiding trapt. Dus echt ervoor gaan bidden van God en ook geest van onderscheiding, om daarvoor te bidden, zodat je niet misleid gaat worden door eventueel mensen of die dan op het internet of op het nieuws of wat dan ook, dat je niet misleid wordt. En dat je echt gewoon je vasthoudt aan Gods zijn woord. En wat hij ook zegt, wat Maria eerder ook benoemde, van zijn belofte, als we ons volharden en ons niet laten misleiden, dan zullen we van Jezus macht krijgen om over onze vijanden te heersen. Ja. Dat staat in Openbaringen zelf. In Openbaringen 5, vers 9 tot en met 10... zeggen ze de oudste en de dieren in de hemel God danken voor de gelovigen die op aarde dienen als priesters en koningen, door middel van hun aanbidding en hun gebeden. De gelovigen die hier trouw in zijn en overwinnen, ontvangen de morgenster als teken van overwinning. Ja. In Openbaringen 22, 16, vers 16, wordt Jezus de blinkende morgenster genoemd. Als gelovigen mogen we daardoor dus deelnemen in de overwinning van Christus. Ja. En wat denken jullie dat nou eigenlijk Gods verlangen is met deze brief? Ja, dat mensen zich echt bekeren van die valse lering. Ja. Dat mensen... kijk, want de duivel doet zich voor als een engel des lichts, hè? Dus... het lijkt heel erg de waarheid en het lijkt in het... Kijk, dat is ook het gevaarlijke. De geest van Isabel, dat is een hele sterke geest. Die komt uit de afgrond en die is zeer misleidend. En het lijkt net of dat goddelijk gezag is, maar het is het niet. En als je
geen kennis hebt van God en niet van zijn woord, dan trap je er zo in. En de duivel, die zal alleen maar zich voordoen als een engel des lichts. Ja. Want hij wil het liefst hebben dat mensen niet geloven in de duivel. Ja. Hij wil graag dat mensen, hij wil mensen op het verkeerde spoor zetten. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat je dicht bij het woord leeft, dat je je Bijbel kent, dat je weet waar God tegen waarschuwt en wat God zegt in zijn woord. Want zo kan je de boze bestrijden. En anders niet. Anders word je zelf de slachtoffer ervan. Ja. Ja, ik denk dat het mooi, goed en duidelijk is. En ik wil graag de mensen die online meekijken of die dit misschien terugkijken, wil ik heel erg bedanken voor jullie aandacht. Ik wil ook vragen van mochten jullie op de website zijn of jullie misschien een donatie willen doen die wij weer kunnen als kerk zijnde om weer content voor jullie te kunnen maken en om mee te werken en het uitbreiden van de boodschap van Jezus. En ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en tot de volgende keer.